De Mungo in het district Marowijne is op donderdag 26 september 2019 de zesde vuilverbrandingsoven in gebruik genomen. Dit project maakt deel uit van het milieuplan van de regering Bouterse, waarbij landelijk zal worden voorzien in de opzet van 120 verbrandingsovens. Het Surinaamse staatshoofd beoogt met dit plan een gezonder milieu binnen woon- en leefgemeenschappen. Messi Taki Marina Egwanga Fesi. If you look na alasei in Marina no da yeshitak ontwikkeling e kong langsam aiko opgang de telekte start wa moeta da ibi start rustig tere ere tak ai atek far no dus mi denk taki udeno fase pewi ap alas ma fa no du fu Marina fu ondersteun gi krakana de ontwikkeling sa kong want if mi look na mi baka dan met je taak van verbrandingsovens naar mijn bakkaja. Hetgeen is je gevoel voor Breiti. Want in de tijd dat mijn saptak mij bedeel, een hoofd voor openbare werken, eerst in openbaar groen, daarna de belasting ook toen naar OE. Ben samen naar toenmalige DC, ik ben met moeite voor bezorgen dat ik voor verwijderd aan vuilstortplaats DC. Fu charingwe moro fara fu Mungo centrum om dat we be bribita ki wanting e kon pe wi fa kobroy a omgeving disi le kwan trek pleister gides maf Mungo in de vrije tijden na de ting pe be ka khoiri bay wan sanyang don te kwan kik ma e fu si a plag fu de vliegen ti de dey da we sitak e fi set so ansani op abo moeilijk ja. Nanga kom su a oven disi, me bribi taki, Afrika plaag sa verminder in Mungo. Me bribi sterk, taki, u sa ontwikkel a omgeving ja ook toe. Lek a denki sa ube abi fosik ba, tak ube ka mek ja, want ja na highway. Frans Guyana de leja, Europa, toeriste epsa, tak a stop. Te kwan koiri, bai wan sani, li bip tin so moni ya fos de gomoro fara na foto. Ya, so dat Mungo kan kisi a ontwikkelen sa mous kisi. Eto wale isi, mi feliciter ala Mungo sma, mi wangi a president ook tu tangi, fu a project disi, dat u chara verbranding u fon konjana Mungo ook tu, so dat de Mungo sma, san kango libi wa moro guso tu libi in a toekomst. Dat de vuil voor nu zal verwerkt op een principale fase, een boom fase, dat die aan milieu service aan tankering. Mij ik graag tangen naar alles maar die poten scoren onder de conditie en het bijzonder minister. Bedankt. Minister, we staan vandaag in het district Marowijne. Er is zojuist een oven nummer 6, welk onderdeel is van het milieuplan van de president, in gebruik genomen. Wat kunt u ons vertellen daarover? Wel, het klopt. In het Bouters milieuplan is dit nummer 6 inderdaad. Heel gauw gaan we ook allemaal die bijna ready zijn of die klaar zijn om geopend te worden openen. Het is een plan dat de president voor het hele land heeft bedacht. Natuurlijk kunnen Keulen en Aken niet op één dag gebouwd worden. Dus iedereen, alle plekken krijgen
zo'n verbrandingsoven. Omdat, vergeet u niet, een van de belangrijke speerpunten van de regering Bouterse is, ik zei het al in mijn speech, milieu. En je moet je milieu koetseren, omdat wij in Suriname hebben een unicum voor de hele wereld. Dat wij genoeg bos hebben, we hebben een goed milieu. Laten wij dat ook schoon blijven houden. Het is een onderdeel van een heel groter plan van de president voor wat betreft milieu. En ik mag u zeggen, Mungo heeft een primeur om een van de eerste te zijn. Want er komen nog een heleboel andere de komende jaren. Zullen overige plekken in het district ook voorzien worden? Nou, er is eentje al op Marwina ziekenhuis. Galibi staat ook op de lijst. Ik dacht Brokopondo Centrum staat ook op de lijst. Papatam. Al met al, er is een heel plan en we willen zo'n beetje verspreid over heel Suriname zo'n oven zetten. Nogmaals, Mungo is nummer 6 die we hebben opgezet. Maar we gaan naar nog meer. Het hele plan houdt in 120 ovens de komende 2-3 jaren. Als we kijken naar de gezondheid van onze samenleving, hoe belangrijk zijn deze verbrandingsovens? Kijk, schoonheid is altijd goed voor de gezondheid. Ik bedoel, als je vuil hebt, dan gaat de gezondheid achteruit. En vooral wereldwijd wordt er gepredikt. Preventieve gezondheidszorg, netjes je handen wassen, netjes je omgeving hebben, draagt allemaal bij tot een goede gezondheid. Gezond leven, gezond bewegen, gezond eten, maar ook hygiënisch goed eten is zeer, zeer belangrijk. En als ik zo kijk wat er hier allemaal plaatsvindt, hoop ik gauw dat het probleem hier tot het verleden zal behoren. Er zijn ook mensen getraind om de oven te bedienen, want je kan een oven hier zetten, maar je traint niemand. Plaatselijk zijn er 3 heren getraind de afgelopen dagen. Ze hebben de training met goed gevolg doorlopen. Ze hebben hun certificaat gehad. Zij moeten dan dit verder trekken voor het commissariaat. Zuidwest. En vandaag hebben we een gebruikname van de verbrandingsoven. En waarom is gekozen voor deze locatie in het district? Er is gekozen voor deze locatie omdat onze huidige president en het beleid van de regering niet kijkt alleen naar Paramaribo. Ongeacht waar van het land, dezelfde behandeling, dezelfde voorkeur wordt gegeven aan elke burger van het land. Wat is het belang van deze vuilverbrandingsoven en was er een behoefte daarnaartoe? Sowieso was er een behoefte eraan en het belang van deze verbrandingsoven is om vuilverwerking efficiënter te laten geschieden. En we willen ook overgaan tot het scheiden van huisvuil, petflessen, etcetera. Omdat we ook denken aan het milieu. Marowijne is een district die aan het groeien is. En als je gaat voor duurzame ontwikkeling, dan moet je kijken wat de internationale standaarden zijn. Omdat Suriname een land is waar men internationaal naar opkijkt wanneer het gaat om klimaatsverandering. Het milieu speelt een belangrijke rol bij klimaatsverandering. De bevolking is heel ingenomen met dit besluit. En toen ze horen dat dit zou geschieden, hebben ze echt hun erkentelijkheid en dank gezegd, omdat we heel veel vliegen in het gebied hebben en nu zal dit verminderd worden, want we gaan niet alleen we gaan gelijk verwerken. Alle vuil dat binnenkomt gaan we verwerken. Is 300 kilo per dag, dus dan kunt u zich voorstellen hoeveel je kan verwerken in een week en dat is heel belangrijk. Met de komst van deze oven zal dus een bijzondere bijdrage geleverd worden aan het verbeteren van de gezondheidssituatie, de woon- en leefomstandigheden. Mogen we dat concluderen? Jawel, sowieso. Zonder gezonde mensen kan je geen plannen maken voor duurzame ontwikkeling. We investeren in menselijk kapitaal en de gezondheidszorg is één van de belangrijkste speerpunten daarvan.